En vele stierken heb ik uitverkoren. Geen schoner weet ik nu er stond. Om haar zo wil ik vreugd doorboren. In het aanzien van haar een lachende mond. Een venusdierken is geen dierken met snorharen en puntoortjes. Nee, het is een mooi meisje. En dit verhaal gaat helaas niet over een mooi meisje of over het zingen van een lied, maar over het spelen of begeleiden ervan op een harp. Het venusdierken zoals ik het leerde kennen komt uit het Antwerps liedboek dat in 1544 gepubliceerd werd. En iemand die in die dagen in de lage landen harp speelde, zal bespeeld hebben wat wij tegenwoordig noemen een gotische harp. En die naam heeft niks te maken met goten en gothics met zwarte lippenstift, maar alles met architectuur. Want met zijn ranke vorm en het silhouet dat naar de hemel lijkt te reiken, vertoont deze harp veel verwantschappen met gotische bouwstijl. Denk bijvoorbeeld maar aan de Domkerk, die nu in de Steigers staat. Toen deze harp nog modern was, heette het gewoon harp. En als je er een geografische naam aan zou willen geven, dan is de Bourgondische harp waarschijnlijk de meest juiste, want we vinden deze harp, en dan vooral afbeeldingen ervan, in gebieden die op enig moment deel hebben uitgemaakt van het enorme Bourgondische Rijk. Aan het eind van de 15e eeuw, onder Karel de Stoute, strekte zich dat aan de noordwestkant uit, van Noord-Frankrijk tot en met Noord-Holland. De Bourgondische stijl is op dit huiselijk tafereel van Israël van Meckenem niet alleen in de harp herkenbaar, maar ook en vooral in de kleding van de bespeelster. Verder in de luchter die aan het plafond hangt en zelfs tot in de puntschoenen van de luidspeler. Ook Hans Memling heeft gotische harpen afgebeeld, meerdere malen zelfs, zoals hier in de handen van deze engel. Bij Hieronymus Bos zien wij het instrument in een wel heel andere context, namelijk als symbool voor de wellust en ook in de hel, als martelwerktuig. Mijn eigen gotische harp is een kopie van een bestaand instrument, dat rond 1400 moet zijn gemaakt en dat waarschijnlijk heeft toebehoord aan de minnezanger Oswald von Wolkenstein. Het origineel van deze harp bevindt zich nu in de Wartburg in Eisenach en heeft Certosina-decoraties die mijn harp niet heeft. Op het Gens-Altaarstuk met het Lam Gods van Jan van Eyck zien wij een harpje met soortgelijke decoraties. Jan van Eyck wordt net als Hans Memling gerekend tot de Vlaamse primitieven. Maar wat hier primitief aan zou zijn, is mij werkelijk een raadsel. Oh, en zo ziet de Domtoren eruit wanneer hij niet in de Steiger staat. De belangrijkste klankeigenschap van de gotische harp is dat hij zoemt en snort en knettert. De klank wordt veroorzaakt door deze houten haken hier, die wanneer ze juist afgesteld staan, de snaar net raken. Wanneer een klassieke harpist dit geluid maakt, dan is dat bijna altijd per ongeluk en heet het een bijgeluid. Maar wanneer deze klank gewild is, is er nog geen muzikale term voor in het Nederlands. In het Engels heet het to bray, zoals het balken van een ezel, en heette de houten haken braypins. In het Duits heten ze snarhaken en is snarren het woord voor het geluid wat ze maken. Snarren zou je kunnen vertalen als snerpen, maar snerpen is niet echt iets wat je zou willen van een instrument. Dus wie een goed idee heeft voor een mooier woord voor deze hoognodige muzikale term, die mag mij dat schrijven. Wanneer collega's kennis maken met mijn gotische harp en een snarhaken, is meestal hun eerste vraag: kunnen ze ook uit? Ja, dat kan. Maar dat doe ik niet.
Want ik geloof niet dat dat historisch juist is. Het maken van snaarhaken is een enorm tijdrovende klus. Want ze worden allemaal stuk voor stuk met de hand gebeeldhouwd. En ze moeten heel precies passen. En ook het afstellen ervan is voor de speler zeer bewerkelijk. Dus dit is voor mij het bewijs dat die klank echt gewild was. Anders had men zich al die moeite niet getroost. Bovendien werken ze versterkend op de klank. Als ik ze wegdeel van de snaar, en dat zal ik met eentje doen, dan klinkt dat zo. Dit is met. En dit is zonder. Ja, dat klinkt weliswaar heel mooi. Maar binnen een ensemble maakt de harp dan geen enkele kans om gehoord te worden. De harp was in de late middeleeuwen en in de Renaissance dus een snarrend instrument. Zodra je op een afbeelding uit die periode ook maar enig detail ziet, zoals realistisch afgebeelde stempennen of snaarafstanden, zie je ook snarhaken. In de loop van de 16e eeuw raken in Italië de snarhaken, die daar arpione heten, in onbruik. Dat heeft ermee te maken dat het klankideaal veranderde, maar ook dat de harpen groter werden en die grotere klankkast had geen arpione meer nodig om de klank te versterken. Het nieuwe, gladde klankideaal veroverde langzaamaan ook meer noordelijke regionen, maar in Duitstalige gebieden blijven de snarhaken tot ver in de 18e eeuw nog in gebruik. Op deze kopie van een harp uit 1740 gebruik ik ze meestal alleen in het basregister. Zoals in deze suite van Johann Sebastian Bach. Vooruit. We waren bij het Antwerps liedboek gebleven in 1544. En iets waar de gotische harp helaas niet zo goed in is, is het spelen van alteraties, dus kruisen en mollen, zwarte toetsen, zo je wilt. Ik heb op deze harp in de middelste twee octaven een extra snaar, een bes tussen de A en de B. Maar als ik ergens anders een zwarte toets nodig heb, dan moet ik die bijvoorbeeld met mijn stemsleutel omstemmen. Nu is mijn laagste B-snaar een bes geworden en heb ik dus daar geen B meer. En als ik te veel halve tonen omstem met mijn stemsleutel, dan wordt de stemming binnen het instrument daar niet veel stabieler op. Dus uiteindelijk heb ik dan een hele valse harp. Ik kan ook met mijn linkerduim een snaar afknijpen tegen het hout van de nek van de harp aan, waardoor die snaar een halve toon hoger gaat klinken. Maar helaas klinkt de klank dan ook een beetje afgeknepen. Bovendien is dit ook alleen maar in het middelste register mogelijk. Op de laagste en hoogste snaren kan ik geen halve toon op die manier maken. En door een snaar af te knijpen kan ik hem alleen maar hoger laten klinken en niet lager. Bovendien heb ik op dat moment mijn linkerhand dan niet tot mijn beschikking om mee te spelen. En hoe meer halve tonen ik afknijp, hoe meer mijn linkerduimnagel kapot gaat. Een Antwerpse harpist uit 1544 zal al deze beperkingen heel goed gekend hebben. En ik moet dus op zoek naar wat er wel mogelijk is en was. En dat is gelukkig nog heel veel. Wanneer je net als een zanger of melodieinstrument in een meerstemmig ensemble één stem speelt, dan kun je eigenlijk altijd wel één hand vrij houden om de halve tonen mee te maken. Ter illustratie van het gebruik van de gotische harp in een meerstemmig ensemble hoort u hier een Psauterliedeken van Clemens non Papa. Een psalmtekst gezet op een wereldlijke melodie en in dit geval eentje die heel erg lijkt op ons Venusdierken. In een noodgedwongen huiselijke uitvoering door het gelegenheidsduo Corona Trajectina. Hij is klaar,
eentje meerstemmig wilt spelen op een gotische harp, of als er veel kruisen en mollen nodig zijn, dan worden de beperkingen van het ontbreken van de halve tonen al snel tot een onoverkomelijk probleem. Over twee heel verschillende manieren waarop dit probleem werd opgelost en over de harp in de lage landen van de 17e eeuw ga ik vertellen in een volgende video. Mijn gotische harp is samen met echte zangers te horen op onze Luther-cd Een Nieuwe Lied, Wie Heven Aan uit 2017. Van alle 221 liedjes uit het Antwerps liedboek staat het Venusdierken niet op de cd Antwerps liedboek. Maar daarop staan genoeg andere mooie liedjes. Een aantal daarvan is met harpbegeleiding, maar zonder snaarhaken, omdat mijn gotische harp pas 7 jaar na verschijning van die cd werd gebouwd. Over de harp die ik wel gebruikt heb, vertel ik in een volgende video van Camerata Trajectina, het muzikale geheugen van Nederland.